Rienke die rijdt met compressiekousen. Echt lange compressiekousen. Eigenlijk een beetje legaal. En je ziet het hier goed. Want je hebt natuurlijk lange wielersokken die echt helemaal in zijn, helemaal trendy zijn. Die ook gewoon een beetje helpen. Omdat ze compressie geven niet. Dat je daar nou super goed van wordt. Maar het helpt nou net weer dat kleine beetje. Maar Kirienke heeft echt de lange wielrensok eigenlijk gewoon bijna verlengd tot een normale compressiekous. Die ik ook gebruik bij het wielrennen. In het herstel, maar ook gewoon bij het hardlopen, tijdens het hardlopen. En dit is dus echt wel discutabel. Eigenlijk zijn ze gewoon te lang. In de Tour. En het mag eigenlijk niet enorm. Ja, het staat gewoon op de verboden lijst van de UCI. Dus je mag niet van die hele lange compressiekousen gebruiken. Wat wel mag, zijn gewoon iets langere. Maar echt wel mooie, lange, witte kousen met gewoon wat compressie. En die modellen die heb ik zo getest, die zijn ja, niet alleen mooi, maar ook wel gewoon functioneel. Dus ik zal ze in de test bij elkaar zetten. En mocht je dit op YouTube zien, dan ook de link even onder de video zetten.